Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurocatering en Reclamedeal. Vandaag in Rood-Wit TV vertelt Kjell Scherpen alles over zijn overgang naar Ajax. En hoe komt Dick Lukien 17 voetballoze dagen door? Deze ludieke wijze presenteerde Ajax gisteren Kjell Scherpen. Met een knipoog, maar toch ook met een duidelijke boodschap naar enkele zogenaamde supporters van de Amsterdamse club. Ajax-aanhangers die oude tweets van Scherpen en zijn voorliefde voor Feyenoord aangrepen om de Emmen-doelman op social media en in het stadion met de grond gelijk te maken. Maar nu komt er een dikke vette streep onder het verleden, want na weken wachten is de overgang eindelijk rond. Ja, handtekening gezet en blij dat het rond is nu. Hoe voelt dat? Goed, trots gevoel en ik denk een mooi compliment voor dit seizoen. Een seizoen dat begon in Den Haag, waar Scherpen een uitstekende indruk maakte en over 2 weken eindigt met een thuisduel tegen FC Groningen. Met 34 duels in de Eredivisie op zijn cv maakt hij dus de overstap naar Ajax. De 19-jarige Drent tekende een contract voor 4 seizoenen. Hij zal volgend seizoen gewoon aansluiten bij de eerste selectie en dus niet worden verhuurd. Nou, we hebben het daar natuurlijk over gehad en ons leek het best om volledig bij Ajax aan te sluiten. Dus elke dag daar trainen en investeren in mezelf met de mogelijkheden die ze daar hebben. En dat is aardig wat, dus ik denk dat wel voor mij het beste is. Is het dan heel simpel dat we jou volgend seizoen in de keukenkampioendivisie gaan zien, regelmatig? Ik zal een wedstrijd spelen bij Jong, dus dat is dan in de keukenkampioendivisie. En daarnaast misschien wel bekerwedstrijden en oefenwedstrijden van het eerste. Dus ik hoop dat jullie mij nog wel regelmatig voorbij zien komen. Scherpen koos overigens heel bewust voor een contract voor 4 seizoenen. Ja, juist van onze kant gekomen. En ik denk met 4 seizoenen dat je daar mooi 4 jaar zekerheid hebt en genoeg tijd om mij door te ontwikkelen. Ja, nu weet ik dat er hier veel verschillende clubs op de tribune hebben gezeten. Buitenlandse clubs, clubs uit Duitsland, clubs uit Engeland. Is dat überhaupt nog iets geweest waarover je nagedacht hebt? Of vind je dit gewoon heel logisch? In Nederland blijven en dan maar naar een topclub? Ja, ik denk dat dit wel de juiste stap is via Ajax. Mezelf nog een betere en completere keeper maken en vanuit daar kijken wat mogelijk is. En nog niet te vroeg naar het buitenland of iets. Ik las een interview. Stond in de Voetbal International. Er staat van een slotstuk van een turbulent seizoen. Nou, iedereen weet hoe jouw seizoen is geweest, hoe jouw half jaar is geweest, zeker. Maar voelt dat ook zo voor jou, een slotstuk van dit seizoen? Nou, die moet nog komen natuurlijk. We hebben nog twee hele belangrijke wedstrijden. Dus die gaan wij zo goed mogelijk afsluiten en zorgen dat wij er rechtstreeks in blijven. Ja, want ik sprak Anko Jansen vorige week. Die zei tegen mij van ik kan nog niet tevreden zijn over dit seizoen. Hoe denk jij, ondanks dat je zo'n geweldige transfer hebt gemaakt, ben jij wel tevreden? Nee, het is precies wat Anko ook zegt. We zijn pas tevreden als wij erin blijven. En daar hebben we nog 2 wedstrijden voor. En we staan nu nog op de veilige plek en we moeten zorgen dat het zo blijft. Zien we je ooit nog terug? Kunnen we die afspraak maken? Ja, ik kom vast nog wel weer een paar keer kijken hier. En wie weet wat er verder nog allemaal gaat gebeuren. Dus, ja, goed, we zullen jou ook volgen. Maar ik heb meer over, even rekenen. 16 jaar of zo. Hier afbouwen. Dat zou wel heel mooi zijn. Ja. Ik hoop dat de club dan ook flinke stappen heeft gemaakt nog. En dat zou misschien wel een mooi iets zijn. Het zou de cirkel rond zijn, hè? Uiteindelijk wel, denk ik, ja. En vorige week stelde Glenn Bijl de laatste prijsvraag van het seizoen. En hij vroeg wat de uitslag van Emmen tegen Utrecht zou worden. Het werd 2-0 en Bertakus had het goed. En hij wint 2 kaarten voor de laatste thuiswedstrijd tegen Groningen. Gefeliciteerd. Dick Lukien, dat doet Eredivisie met je. Hè? Dat wij zelfs naar Veendam komen om jou te spreken.
Ja, maar jullie zijn goede verslaggevers, dus van harte welkom. In nou, en jij bent een goede trainer, hè? Dat moet niet vergeten. Nou, dat ga ik niet over mezelf zeggen, maar nee. We zijn bij DBZ, de week is uit Wending. Ja, omdat je niet in Emmen bent, omdat je de spelers en ook de staf dus vrijgegeven hebt, hè? Ja, weet je, het is goed om even fris in de kopjes te worden. Gisteren hebben we een rondje extra gehad met hetzelfde, dat was hartstikke goed. Dat is een sponsoractiviteit. Ja. Ja, dus nu even de zinnen verzetten. Ik heb tegen die jongens gezegd van gas eraf en geniet van je gezin en van je vrije tijd. Ja, terugkijken op dinsdag tegen de Graafschap. Ja, dat is heel simpel, hè. De feiten liegen niet. Als je naar de statistieken kijkt, dit had je niet mogen verliezen. Nee, sterker nog, dit is een wedstrijd die je eigenlijk niet kunt verliezen. Die gaat in de top 2 samen met Fortuna thuis. Waarbij we niet eens top waren, maar wel veel beter dan de Graafschap. We hebben geloof ik 2 schoten op goal tegen. Er ligt er eentje in en we hebben 700% kansen bij elkaar gespeeld. Ja, niet effectief genoeg en goedkoop een doelpunt tegen. Ja, dan verlies je met 1-0. En dat is zonde, omdat we hadden ons veilig kunnen spelen. Kijk je zo'n wedstrijd nog terug? Ja. Of in deze fase hoeft dat niet meer? Ja, ik kijk alles terug. En dat kon ook gemakkelijk, want ik heb een uurtje geslapen dinsdagnacht. Nou ja, als je dan toch wakker bent, dan kun je net zo goed die beelden weer gaan kijken. En het wrange gevoel is nu wel een beetje aan het weg hebben, maar zat er duidelijk nog wel. Ja, je was geïrriteerd. Ja, met name teleurgesteld, omdat ik dacht van, weet je... Maar ook korter dan ooit, vond ik je. Kort af. Ik vond je me kort af? Nou, ik vond je een beetje geïrriteerd. Ja, nee, dat... Niet, ja, niet ja, dat kan, hè. Als jij dat zo hebt gevoeld, dan ja, zal dat misschien aan wel meerdere mensen, hoor. Die zeiden van, ik weet niet. Ja, misschien ligt het aan jou, zeiden ze, aan jouw vragen of ook aan je gevoel. Dat het ligt nooit aan jou. Jij stelt altijd goede vragen. Je vond zelf trouwens gisteren ook weer dat je een keurig interview had gegeven. Dus, Ik gaf je inkoppertjes, vond ik. Ja. Dat is iets anders. Ja. Nee, okay. Nee, maar ik was wel teleurgesteld omdat ik vind dat we het verdienen om erin te blijven in één keer. En als je dat dan bij elkaar kunt spelen op dinsdagavond in Doetinchem met z'n allen. Ik had het gevoel dat we een kans voor open goal hadden en die hebben we gemist. Ja, dan ben je niet blij. Nee, of komt er dan ook weer een soort van vrees om de hoek? Het zal toch niet? Ja, maar die vrees is er altijd. Die is bij mij nooit weg. We blijven altijd naar beneden kijken. En tegelijkertijd ook omhoog, omdat je weet dat je die 14e, 15e plek ook nog binnen handbereik hebt. Alleen maar naar resultaten kijken, ja, tuurlijk, dat hoort erbij in deze fase. Maar ik moet ook naar het spel kijken. En dat geeft mij, zeker de laatste 4 keer, wel heel veel houvast. Ja, je moet ook weer naar de concurrenten kijken. Heel simpel. Ik denk dat je blij was met gisteren, Fortuna. Ja. Blijft dus in de buurt, binnen handbereik. Ja, en vanavond is ook zo'n wedstrijd, hè? Die is toch spannend. Ja, dan zit je toch op de bank te kijken van, hey, hoe gaat dat? En uiteraard hopen wij, ga ik ervan uit dat de ADO zijn sportieve plicht doet. En dan denk ik dat dat het dan nog best een oké speelronde is, ondanks het feit dat we dan zelf verloren hebben. Zie je trouwens een trotse trainer naast me? Ja, op die jongens bedoel je. Ja, en ook op die doelman die gisteren uiteindelijk zijn handtekening heeft gezet, Kjell Scherpen. Ja, mooie vraag. Laat ik dat nog een keer benadrukken. Wat wij met z'n allen doen, die spelersgroep en mijn collega's, maar eigenlijk de rest van mijn collega's ook, binnen de organisatie. Ja, ik vind echt dat we een reuze prestatie leveren. En als dan een hele jonge keeper die heel veel talent heeft, wordt getransfereerd naar Ajax. Ja, dat is natuurlijk schitterend. Ja, dat is toch ook een beetje iets wat jij op je konto mag schrijven? Nee, dat... Of heeft hij dat puur zelf gedaan? We hebben... Nou, jij hebt het podium gegeven. Ook dat heeft hij zelf gecreëerd, maar we hebben vooral geprobeerd hem te helpen. En ik denk dat hij zelf de grootste bijdrage heeft geleverd. Dus daar ben ik. Ik gun hem heel veel succes, ik gun hem het beste. En ik vind het prachtig wat hij voor elkaar heeft gekregen. Ja, maar was dit gebeurd als jij hem niet de kans had gegeven? Als je geen podium hebt in de Eredivisie als 19-jarige, dan word je niet, denk ik, niet opgehaald door Ajax. Maar ook dat weet je nooit, maar dat had ik niet, dat was niet heel logisch geweest. Ik vroeg je afgelopen dinsdag, is het nog een twistpunt, hè? Want je leest op social media, dat doe jij vast ook, de meeste berichten die dan heel negatief zijn. Hè? Dat is natuurlijk ook een emotie, dat snap ik ook wel. Maar dat wordt heel snel geroepen, ja, hij moet eruit, hè? Maar cruciale fouten. Jij zei direct naar de wedstrijd al van ja, maar dan kijk je niet ver genoeg. Want je moet ook kijken naar de kansen die we laten liggen. Nee, ik heb geprobeerd een interview aan te geven en ik hoop dat goed is gelukt. Dat wij daar met z'n allen niet goed genoeg de kans hebben benut en ook niet goed genoeg verdedigd hebben. Ik heb ook gezegd dat ik er niet omheen wil draaien dat ik een keepersfout vond. 2 keer. In de zin van dat hij beter die bal weg moet schieten, maar daarna ook een betere redding moet maken.
Daar moet je ook een grote kerel in zijn, toegeven, erkennen dat dat niet goed is. Aan de andere kant, ja, Jaffa mist een open kans, Glenn Bijl mist een open kans, Michael De Leeuw kan een goal maken. Dus wij hebben daar met z'n allen verloren en daar is Kjell onderdeel van, niet meer, niet minder. Dus zo kijk ik daarna. Of ligt hij toch meer onder een vergrootglas? Een logische vergrootglas? Ja. Is dat niet inherent aan het keepersvak? Ja, maar ook de timing is daarin bepalend, denk ik. Als je in de belangstelling staat van Ajax, ja, dan is het logisch dat veel meer mensen naar je gaan kijken. En ook daar moet je mee omgaan. De zondag ervoor, of de zaterdag ervoor ben je de hero door de inzet van Kerk te pakken. En nu ben je een beetje de slemiel door die goal niet te pakken. Ja, dat is nou een keer de grote wereld van profvoetbal. Ja, alleen jij bent wel zo dat je hem laat staan omdat je... Nee, omdat ik vind dat hij het vertrouwen verdiend heeft. En het zou gek zijn als een keeper die op zaterdag nog hartstikke goed speelt en nu een mindere beurt heeft, een foutje maakt, dat je die op basis daarvan slachtoffert. Dat past niet hoe ik naar teamdynamica kijk. En tot zover Rood-Witte V voor deze week. FC Emmen heeft 17 dagen, nou ja, vakantie. Dus komend weekend geen FC Emmen. Graag tot volgende week. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurocatering en Reclamedeal.